Hoi iedereen en welkom bij deze update voor de Pijn dus Eyeshadows update nummer 2. Ik heb weer een zeer positieve update voor jullie. Ik heb 3 keer pijn geraakt deze maand. Ik ben er kei blij om. Ik heb kei veel moeite gedaan en ik ben blij dat dat moeite geloond wordt. Ik ga direct gewoon in huis beginnen, want er zijn er 2 in dezelfde palet. En omdat je waarschijnlijk mij goed volgen, hopelijk, weten dus al welke 2 dat pan hebben. Dat is hier in deze Profusion Metallics palet. In het kleurke Jade en in het kleurke Bite heb ik pijn geraakt. Ik heb pijn geraakt bij Bite, bij de rode kleur. Na 8 keer nog iets te gebruiken. En Jade nog na 3 keer te gebruiken. Ik heb die blijkbaar zo dadelijk veel gebruikt. Ik vind het wel raar, ik heb Jade minder gebruikt, maar die is dan toch sneller pijn geraakt. Waarschijnlijk heb ik eens een keer eens goed overdreven erin, dat kan. Maar in ieder geval, ik heb zelfs 2 pijn geraakt en ik ben blij dat ik deze palet even kan uitrollen. En ik hoop dat die snel terugkomt. Allee, ik vind het een goede palet. Only bulky. Dat is het enige dat bij mij ligt. En ene dat ik niet had verwacht een pan te raken, ik dacht dat het nog een maatje ging duren, is hier in de Revolution Decadent Palette. En dat is hier in Karma. Ik heb Karma, ik moet nu even tellen, 15 keer nog eens gebruikt om pan te raken. Die heb ik letterlijk gisteren pan geraakt. Ik ben een prachtige look dat ik geen foto's van getrokken heb. Spijtig genoeg. In ieder geval, ik heb die praktisch iedere dag gebruikt. Allee, om 15 keer te gebruiken heb ik die pan geraakt. Ik ben blij dat ik die pan heb geraakt. En dat er een leuke pan is voor deze collectie. Ik heb ook een extra pan geraakt. En dat weten jullie dus als jullie mij een klein beetje mee hebben gevolgd. Dat is in mijn Soft Palette van Revolution. In de kleur Pancakes. Ik kan zien dat jullie kunnen zien hier in Pancakes. Dat is op video gebeurd. Vond ik super leuk. Dat is ook een extra pan. Dus eigenlijk heb ik deze maand 4 keer pan geraakt. 3 keer omdat ik het echt in mijn challenge deed. En 1 gewoon natuurlijk omdat ik die vaak heb gebruikt. Ook voor dat ik die teruggebruikte. Oké, schuif ik toe. Laten we verder updaten over de andere kleuren. Ik heb hier de kleur Maximum in de Omnium Palette. Die is nog maar 3 keer gebruikt. Die heb ik echt niet veel gebruikt. Het is ook een heel donkere kleur. En nu omdat het zo zomerig is, wil ik hem eigenlijk niet zoveel gebruiken. Maar ik kan hem toch zoveel mogelijk proberen gebruiken. Een kleur dat ook weinig is gebruikt, 4 keer is gebruikt, is Maximum. Hier ook niet veel effect. Maar die heb ik dan wel 4 keer gebruikt. En dat is van mijn Sabrina palette. Trouwens, van NYX. Die heb ik 4 keer gebruikt. Welke dat ik toch wel iets meer heb gebruikt dan ik dacht, die heb ik ook 4 keer maar gebruikt. Maar wel meer keer dan de vorige keer. Dat was er maar 1 keer. Is de kleur Graphic. Die heb ik zelf zo lang aan het gebruiken geweest dat ik die gebruik voor mijn buitenste ogen te verdonkeren. Dus als ik die goed blend, is dan die glitters weg. En dan is dat eigenlijk een heel schone kleur. Die heb ik eens vermengd met een bruine kleur die heel licht was. En dan heb ik een keischoon donkerbruine kleur van gekregen. Dus daar ben ik wel heel trots op dat die er zo is uitgekomen. Laten we maar snel beginnen aan de pijndoos. Eyeshadow Random Eyes. Sick and pretty random. We gaan eraan beginnen. Kleurke nummer 1 is 46. 10. Oeh, hoge nummers deze keer. En 57. Dus we gaan ze zoeken en dan kom ik zo bij jullie terug om te laten weten welke het zijn. Dus ik ben terug en ik ben heel enthousiast op de kleuren die we hebben gekozen. Het kleurtje 46 komt uit mijn Soft Extra Spice Palette. Ja, hij is big. Dus de eerste kleur die we hebben gekozen is 46 en dat komt uit mijn Soft X Revolution Extra Spice Palette in 22. Dat is deze prachtige rode kleur. Ik ben blij dat die er is in rood, want ik heb die nog niet zoveel gebruikt om te zeggen of ik hem goed vind. Hij ziet er leuk uit. Ik denk dat dat heel leuk gaat zijn met de kleuren dat erbij zijn gekozen. De kleur nummer 10. Kom maar kijken in deze palet. In mijn Original Soft Palette is in de kleur Mixed Berries. 1, 2, 3,
Ja. Is Mixed Berries is deze donker paarse shimmery kleurtje. Daarnaast. Daar ben ik wel eens benieuwd. Ik heb die nog niet genoeg gebruikt eigenlijk toen ik die had gekocht. Dus ik ben blij dat ik er eens meer mee kan spelen. Net als 21, want 21 is de kleur dat ik één van het minste heb gebruikt. Hier hebben we al wel twee keer pan in. Ik heb nu echt om een derde pan erin te doen. En de derde is eigenlijk grappig. Wat zit in de palet van mijn Harry Potter project bij? In de pizza slice van Glam Light. In de kleur olive. Is deze rode ze. In deze prachtige groene kleur. Dus dat zijn de drie kleuren dat ik er heb gerold. Ik kan even nu swatchen de kleuren die er nog zijn. Oké, ik heb ze geswatcht en dit zijn ze alle vijf tezamen. En ik zie dat ik niet recht heb geswatcht. Dus dat zijn de drie nieuwe kleuren die erbij komen. Dat zijn de drie die er al zijn. Als je eens kunt zien, het is echt wel een donker thema dat overblijft. Maar ik kan ze proberen toch wel allemaal te pannen. Voor midwinter ga ik gewoon terug voor het doel van 5 keer te gebruiken. Het doel van Graphic, die ga ik terug 5 van maken. Waarschijnlijk wordt dat wel wanneer ik op 15 haal die eruit gerold. Net als midwinter. Vermoed ik wel voor mijn eigen. Hetzelfde regels al voor onze maximum. Die ga ik ook terug het doel van 5 geven. En als die 15 ga ik het waarschijnlijk uitrollen. De nieuwe kleuren die erbij komen, olive, die ga ik zeker 5 keer willen gebruiken ook. Die ga ik nog een beetje rustig aandoen. Ons kleurtje 21, de rode kleur, die ga ik voor 10 keer gaan, want rood is toch wel een beetje mijn kleurtje voor deze periode, dus die wil ik wel wat meer gebruiken. En Mixed Berry ga ik ook voor 5 keer gebruiken. Dus eigenlijk wil ik alles 5 keer gebruiken buiten 21, maar 21 wil ik 10 keer gebruiken. Dit was eigenlijk al de updates. Ik ben heel enthousiast met de kleuren dat er zijn mee ingerold. Dus ik heb eigenlijk een rood en een groen uitgerold in shimmer. En ik heb ze teruggekregen in mat. Wat wel een beetje grappig is. Bijvoorbeeld 21 is wel mat, maar je kunt die redelijk licht doen en heel opaque doen. Dat is wel het voordeel van een paar van de Sof oogschaduws. Dus ik denk dat ik die wel super goed ga kunnen gebruiken. Die green, ja, die in olives van Glam Light, die zit al in mijn Harry Potter project bij de palet zelf. Dus ik kan ze allebei samen coöperaten. Super fun. Mixed Berries ga ik denk ik goed combineren ook met 21. Dat rood-paarse thema ga ik wel leuk vinden. Die andere drie, ja, dat zijn eigenlijk de donkere kleuren voor deze periode. Maar ik kan met Graphic wel andere kleuren wat verdonkeren. Dus dat ga ik wel meer kunnen gebruiken. En die twee andere blauwe tinten ga ik gewoon een beetje moeten gebruiken en leren mee spelen. In ieder geval, ik hoop dat ze op dit leuk vonden. En stay safe, stay home en tot de volgende. Doei doei!